Dus, welkom bij deel 2 van Utrecht. Laatst zijn we ook al in Utrecht geweest om te fotograferen, maar ik was toen net te laat. En met het resultaat dat er toen eigenlijk niks is geworden. Dus we zijn gewoon weer hier en we gaan het nog een keertje proberen. Het heeft er net een beetje geregend, dus de condities zijn leuk. En we gaan even mooie foto's maken. Wat is er nu precies te fotograferen in Utrecht? Nou, dat ga je zien. Dit is een mooi shot namelijk. Even laten focussen. Expose voor de highlights. Facet focus. Die foto's voor de HDR. Misschien is het ook wel een beetje overbodig om zoveel foto's te maken van één en dezelfde persoon of locatie, maar beter één keer te veel dan gemist. Zo. Het maken van video's in Utrecht is toch wel een beetje maf. Maar waar het vorig jaar super normaal was in Barcelona, is het nu gewoon wat vreemd. Omdat je, ja, je bent in je eigen land en je waardeert het veel minder dan dat je in een vreemd land bent om eigenlijk nieuwe dingen om te ontdekken. Dus we gaan kijken wat we nog kunnen vinden en onze gedachten een beetje opstellen. Daar zie je een mooie kerk. Dag. We gaan eens even kijken of we dat kunnen meepakken. Joep. Het is dus dat was best een leuke sessie. Ik moet zeggen, het ging niet helemaal geweldig. Maar ik ben ook al vaak genoeg in Utrecht geweest om het niet meer te realiseren hoe mooi het eigenlijk al niet is. Ik hoop dat ik mooie beelden heb kunnen schieten. En we gaan het zien. Ik heb een GoPro gebruikt. Ik heb mijn A7II heb gebruikt. En ja, we lopen nu weer terug naar het station. Misschien kunnen we nog iets vinden. Zo hier en daar een steegje, maar dat gaan we zien. Tot zover sluit ik het af. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.